Ja, som 71. Hier heb je figuur. Ik hou hiervan. Het zijn echt puzzels. En dan gaan ze heel veel hoeken geven. Heel veel hoeken gaan ze geven. En dan moet jij gaan uitrekenen wat hier bijvoorbeeld hoek B is. Dus we moeten naar deze hoek toe. Nou, hier zie je van alles in. En wat hier vooral opvalt is, hier hebben we een driehoek. Oh, mijn pen stopt. Hier hebben we een driehoek. En die driehoek, zeg maar, aan deze kant. Daar heb ik twee hoeken van. Dus je gaat kijken, dus dan kan je met hoeken som driehoek die derde hoek uitrekenen. Nou, wat zie je dan nog meer? Altijd eerst even kijken, wat zie je allemaal? Als je een vraag hebt met twee losse figuren, met allemaal dingen erin, dan zit hier altijd iets van overstaande hoeken. Dan, bijna altijd. Dan snijden die elkaar altijd zo. Dan heb je bijvoorbeeld zoiets, dit soort figuren. En dan maak je het soms lastiger door hier nog iets aan vast te tekenen. Dit is echt een hele mooie som, vind ik zelf. En wat zie je nou nog meer? Nou, hier heb je nog een vierhoek. Ja, van een vierhoek weet je ook iets. Van een vierhoek weet je, al die hoeken bij elkaar zijn 360 graden. Verder kun je hoek 1 uitrekenen. Dus zelfs als je dat niet wil gebruiken van die 360 graden. Ja, nee, dat heb je wel nodig. Dat heb je echt nodig. Dan deze kun je ook weer uitrekenen, want hier zit weer een gestrekte hoek. Die ging denk ik een beetje snel, dus ik ga het gewoon laten zien. We beginnen gewoon van vooraf aan. Nou. Je kunt twee dingen doen, of drie dingen eigenlijk, want je kunt ook een combinatie doen. Je kunt zeggen, ik ga kijken welke hoek willen ze weten. Ze willen hoek B weten. En dan kun je gaan terugkijken, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Nou, A1, C en D1. En dan kan ik gebruiken dat alle hoeken in deze vierhoek 360 graden zijn. Dat kan. Dan heb ik dus deze nodig, maar die kun je uitrekenen met gestrekte hoek. Verder heb ik deze nodig. En hoe kan ik nu deze vinden? Kan ik deze hoek vinden? Ja, dat is weer. En dan ga je kijken, wat zie ik hier? Ik ga dan altijd zoeken in zo'n middenstukje naar overstaande hoeken. Daar staat hij. Dus die zijn even groot. Ja, en deze kun je weer uitrekenen met hoeken som driehoek. Dus dan weet je eigenlijk, oh, ik moet beginnen met hoek D2 uit te rekenen. Niet iedereen kan dat zo. Nog niet. Dat komt wel. Dat komt wel. En als je dat gewoon minder hebt, als je zegt van ja, ik weet niet hoe dat moet, ik zie dat niet, dan ga je gewoon kijken, wat zie je wel? En dan ga je gewoon rekenen aan de hoeken die je uit kunt rekenen. En heel vaak zijn dat de hoeken die je sowieso nodig hebt. En sowieso krijg je dan dus punten, want iedere hoek die je nodig hebt om uit te rekenen, die jij bij toeval misschien aan het uitrekenen bent, dat je denkt, ja, ik ga maar gewoon ergens beginnen. Krijg je al punten voor. Dus als jij nu zoiets hebt van, hier zit een driehoek. Altijd gaan zoeken naar driehoeken, overstaande hoeken en gestrekte hoeken. Hè? Dat waren de regeltjes die we gebruiken, onder andere. En dan die gelijke hoeken. Nou, dus dit zijn de dingen die we zoeken. Ja, er staat een driehoek. Maar als er een driehoek in zit, dan weet ik eigenlijk, ja, die zijn met z'n drietjes 180 graden. Dus dan zie je eigenlijk al, oh, D2 uitrekenen, dat lukt wel. Want je vergeet gewoon dan even, gewoon niet kijken naar wat hiervoor staat. Kijk, zo is het gewoon een driehoek waarvan je de derde hoek uit moet rekenen. Dus die ga je uitrekenen, die derde hoek. En die derde hoek, dat is hoek D2. Dat is toevallig sowieso de hoek waar je mee moet beginnen. Dus als je die had uitgerekend, bam, twee punten al. Nou, en dan kun je verder gaan. Je kunt ook zeggen, ja, A1, die lukt ook wel. Want A1, kijk, dat is een gestrekte hoek en die zijn met z'n tweetjes 180 graden. Dan kun je die ook uitrekenen. En dan kun je weer zeggen, ja, maar die is even groot. En dan ga je dus zien dat als je het eigenlijk totaal niet weet waar je moet beginnen, als je ergens begint, dat het ook lukt. Nou, bij mij past dat niet, want ik zie natuurlijk wel wat ik moet doen. En ik ga het dus ook uitleggen aan de hand van. Moet ik even denken of ik het goed zeg. Ik ga het uitleggen aan de hand van. Alsof je wel weet wat je aan het doen bent. En nogmaals, weet je niet wat je aan het doen bent, dat geeft niet. Dat kan iedereen niet in het begin. Niet iedereen ziet in het begin hoe je dit aan moet pakken. En dan ga je dus gewoon de hoeken uitrekenen die je tegenkomt, waarvan je denkt, hé, maar die weet ik. En dat zijn vaak ook hoeken die je ook nodig hebt om straks bij het eindantwoord te komen. Nou, ik begin met die hoek D2. En dan ga ik nog één keer vertellen waarom. We moeten B hebben. B zit in een vierhoek. Dat is het enige hoe je aan B kunt komen, in die vierhoek. En dat is 360 graden met z'n vieren bij elkaar. Deze twee hoeken zijn gelijk. Dus heb ik er één, heb ik de andere ook. En deze kan ik uitrekenen. Die moet ik hebben. En deze wil ik ook gaan uitrekenen straks. Nou, deze moet ik hebben. Die is gelijk aan D2. Dus ik ga beginnen met hoek D2. En daar komt die. Hoek D2. En dan schrijf je eerst weer de hoek op. En dan het sommetje wat je gaat doen. 180 min 48 min 28 is. En let nu op, je moet niet dit gaan doen. 180,
Dus zeg maar even niet zo. 180 min 48 is 132. Ja, dat is wel waar. Dus, maar dat is niet hoek D2. Want daar moet ook nog vanaf 28 graden is... Oeps. Is 104 graden. Nou, wat hier staat is in jullie ogen waar. He, want je haalt eerst 48 af en je haalt 28 af. Maar zo mag je het niet opschrijven. Dan moet je het echt zo opschrijven. 180 min 48 min 28. Want wat je hier had staan zo, dat noemen we breiwerk. Dan ben je alles achter elkaar aan het breien. Dan zeg je eigenlijk dat 180 min 48 gelijk is aan 104. En dat klopt gewoon niet. Dus zo mag je het niet opschrijven. Nou, hoe moet je het dan wel doen? Oh, wacht even, ik had hem al gewist. Zo, hoe doe je het dan wel? Dan doe je het zo. Min 28 graden is 104 graden. En dan zet je dan achter hoekensom driehoek. Niet gestrekte hoek, want je denkt misschien 180 min. Nee, we hebben gebruikt dat ze met z'n drietjes in een driehoek zitten. En dat ze dus met z'n drietjes, D2, die hoek en deze, dat die met z'n drietjes 180 graden zijn. Dus... Deze is een stukje weggevallen, denk ik. Ja, dat maak ik zo in orde. Dus hoeken, som. En dan kan je het woordje driehoek schrijven. Ik zet even zo een driehoekje. Nou, wat weet ik nu? Zo. En je kunt ook zeggen dat je het eerst bij elkaar optelt. Maar dan moet je wel laten zien. Eerst even opschrijven. 48 plus 28 is gelijk aan 76 graden. En dan schrijf je op... Hoek D2 is 180 graden, min 76 graden is 104 graden en dan dus die hoekensom driehoek. Dit moet je opschrijven. Gebruik je meteen in één keer 76, laat je niet zien dat je die in gedachten bij elkaar opgeteld hebt, halen ze de punten af. Belangrijke tip. Nou, die heb ik in ieder geval gevonden. Dus deze laat ik eventjes zo. Wat ik vaak doe, ik schrijf het wel zo op, maar in mijn gedachten tel ik die twee bij elkaar op en haal ik ze eraf. Omdat ik dan gewoon lekker de verrekening. Ik doe liever één keer optellen en één keer eraf halen dan twee keer eraf halen. Dan maak ik gewoon meer rekenfouten. Nou, nu hebben we deze gevonden. Deze is nu, ik kan even een stukje verschuiven. Zo. Deze is 104. En nu zie je het al bijna, hè? Tenminste, misschien niet iedereen. Maar dit zijn snijdende rechte lijnen. En daar ontstaan overstaande hoeken. Dus D1 is even groot. Nou, dan ga ik weer door met D1. Hoek D1. En dan schrijf je op. Geen sommetje, want er is geen sommetje. Maar dan schrijf je op waar die even groot aan is. Ja, aan die hoek D2. Hij is even groot aan die hoek D2. Nou, dan schrijf je dat op. Is gelijk aan hoek D2. Is gelijk aan 104 graden dus ook. En daar zet je achter overstaande hoeken. Dan weet ik nu dus ook dat deze 104 is. Ja, en wat heb ik nu nog nodig? Ik heb nog deze nodig en ik heb nog deze nodig. En dan kan ik B uitrekenen met die hoekensom vierhoek. Nou, ga ik even plek maken. Zo, ik heb hem even hier gezet. Deze is ook 104, maar dat doet er eigenlijk niet meer toe voor mijn berekeningen. Dus die laat ik nu even weg. We zijn nu echt met het achterste stuk bezig. En wat kan helpen, is dat je hier dan eventjes iets overheen legt. Leg je gewoon iets overheen. Dit stuk doet er nu niet meer toe. Dat kan helpen als je zo'n som krijgt. Nu, zie je, ziet er gelijk een stuk makkelijker uit, hè? Nu moeten we A1 hebben. Want hebben we A1, dan hebben we ook C. En dan hebben we deze twee. En met z'n drie, met z'n vieren zijn ze 360 graden. Met z'n vieren. Dus B, hoek B plus hoek A plus hoek C plus hoek D1, dit was D1, zijn met z'n vieren samen 360. Nou, welke heb ik al? Ik heb hoek D1 heb ik, die was 104 graden. En hoek A en hoek C zijn hetzelfde. Dus als ik die uitreken, kan ik die ook invullen. En dan kan ik de vierde uit, ja, dan kan ik de vierde gaan berekenen. Nou, wat gebruiken we nu? We gebruiken nu dat dit een gestrekte hoek is. En die twee samen, die zijn dus 180 graden. Nou, hoe groot is dan hoek A1? Die kunnen we uitrekenen. Hoek A1 hebben we nodig, want die is weer even groot als een hoek C. Dus dan schrijf je op, hoek A1 is gelijk aan 100... Oh, ik zit met mijn mouw op een muisding. 180 min 85 graden is... moet ik even rekenen, 95 graden. En dan zet je achter gestrekte hoek. Want je hebt gebruikt
dat het een gestrekte hoek is. Hè? Dus dat het zeg maar zo een rechte lijn is. En die zijn er met z'n tweeën 180 graden. Deze had je, dan kun je die uitrekenen. Dus, dan hebben we die ook. En die zetten we erin. Die zetten we erin. Dus dit is 95 graden. Ja, als die 95 is, dan is die aan de overkant dan ook. Hè? Want daar staan die stekentjes in dat ze even groot zijn. Dus dan schrijf je op hoek C, ja, even groot als hoek AE. Maar dat moet je wel zeggen. Dus niet meteen opschrijven 95. Nee, hoek C, ja, even groot als hoek A1. Dus 95 graden. En wat ik mijn leerlingen laat doen, is dan even twee van die bolletjes erin laten zetten. Van gelijke tekens. Maar sommige docenten zeggen, ja, hier hoeven niks bij. Dat zijn van die dingen, moet jij je eigen docent vragen. Dan hebben we die gevonden. En nu hebben we eigenlijk alles van die vierhoek hebben we nu. Die met z'n vieren zijn ze 360 graden. Deze hebben we, die hebben we, die hebben we, die hebben we. Dit is de enige die we nog uit moeten rekenen. Ja, en hoe doe je dat nu? Ja, 360 min die ene, min die andere en min deze nog. Je kunt ook zeggen, ik tel ze eerst allemaal bij elkaar op. Maar als je dat doet, dan moet je het wel ook opschrijven dat je het eerst bij elkaar optelt. Dus stel je voor, je gaat ze eerst allemaal bij elkaar optellen. Dus die 95 plus die 95 plus die 104. En je telt het allemaal zo bij elkaar op, moet je dat wel laten zien. Je mag niet meteen met dit antwoord van de 360 afhalen. Dit moet je ook opschrijven. Ja, niet zomaar dan in een sommetje, hè. Gewoon in een sommetje zo achter elkaar. Maar ik doe het gewoon op een manier dat je zeker geen notatiefouten maakt. Hoek B is gelijk aan, ja, 360 min de ene, min de andere en min die derde hoek. En dan kom je uit op 66 graden. En daar zet je dan achter, die hoekensom driehoek, maar hoekensom vierhoek. Je hebt gebruikt dat de hoeken van een vierhoek samen 360 graden zijn. Als je het nu fijn vindt om deze eerst bij elkaar op te tellen en dan van de 360 af te halen, hoe schrijf je het dan op? Dat ga ik ook even laten zien. Dan schrijf je het zo op. Dan schrijf je eerst op, ja, ik heb dit even wat kleiner gemaakt, dat past allemaal niet erop. 104 plus 95 plus 95. Dus nu niet hier een isje zetten en dan weer verder rekenen. Je moet het echt zo doen. En dat doe je in je gedachten waarschijnlijk wel. 90 plus 90 is 180. 5 plus 5 is 10. Dus dan zitten we al op 190. 190 hebben we. Dan hebben we nog 104. Kijk, dit doe je allemaal in je hoofd. Dit doe je allemaal in je hoofd. En dan schrijf je hierop 294 graden. En dan schrijf je op hoek B is 360 graden min 294 graden. Is 66 graden. En dan zet je erachter hoekensom vierhoek. Dit opschrijven, mensen. Als je dat niet opschrijft, halen ze de punten af. Ze willen echt ook zien hoe kom je aan die 294. Dus doe je het zo, vergeet het dan niet op te schrijven. En wat je zeker moet vermijden, is dit. Niet doen dit. Is 199 plus 95 is zo. Niet doen. Dan ben je namelijk aan het breien. Dat noemen wij een breiwerk. Dan ben je alles achter elkaar aan het plakken. Dus dat mag niet. Ik zal hem eventjes wissen. En dan zien jullie weer wat er stond. Oh, dat gaat veel te langzaam. Nou ja, dat is tot het einde van het filmpje al. Hè? Kijk, dan staat hij weer. Oh, daar ben ik veel te veel aan het ongedaan maken. Maar ja, ik denk dat altijd niet iedereen kijkt het filmpje helemaal af. Dus dan hoop ik maar dat jullie dat niet zien. Zo wordt hij dan. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!